Het is wel een beetje overbelicht. Oh nee, ja, nee, dat moet overleven wel. Zo, we zijn even lekker een kopje thee aan het inschenken. Laten we eerst gewoon de vlog eens goed openen. Hoi! Hoi. Hoi. Maar ik dacht dat we dat gewoon zo meteen apart gingen doen. Oh, ik niet. Ik dacht we openen nu gewoon lekker spontaan. Oh, oké. Okay. Nou. Hoi! Welkom bij ons nieuwe vlog. Ja. We gaan vandaag een hoop doen. Het is heel lang geleden ook. Ja, echt wel heel lang. Volgens mij is het wel een maand geleden of zo dat we iets online gezet hebben. Ja, maar, denk ik ook wel. Goed, dat geeft niet. We gaan de schade inhalen. We hebben voor vandaag een hoop plannen om dingetjes te filmen. We beginnen met een lekker kopje thee. Ja, heerlijk. We gaan, weet je, een goed begin is het halve werk, zeg maar. Ja, is ook zo. Dus onder het genot van een kopje thee gaan we de dag eens eventjes plannen. En dan zie je vanzelf. Ik ben een beetje dom geweest van vorige keer. We hadden een video opgenomen. Die heb ik per ongeluk verwijderd. Ja, dus veel, dat mogen veel. We nu opnieuw doen. Maar goed, geeft niet. Geeft niet. En nou. Wij gaan eerst cheers nadenken. Yes. Tot zo. Tot zo. Zo, nou, wij hebben net een video opgenomen met beauty gerelateerde producten. Hij is denk ik wel... Die video die ik mogelijk had verwijderd vorige keer. Ja, laten we het daar maar niet over hebben. Nee. Maar volgens mij is die wel goed gelukt. Ja, dus hier, als je, staan alle. Als je hem dit keer niet wil deleten, dat zou dan heel fijn zijn. Ik ga het opzetten. Ja, en... kijk, daar het bewijs dat de camera er staat. Ja, en ook mijn producten die staan klaar. Of tenminste, zijn gebruikt inmiddels al. Ja. Ja, en zo meteen gaan we eventjes naar de supermarkt. Want we gaan in de regen. Ja, in de regen. Ja. Want ik weet eigenlijk niet of je het kan zien. Maar het is echt but weer. Ja, nogal. Echt slecht. Het giet gewoon. Maar we gaan een heel lekker toetje maken. Ja, we gaan een heel lekker toetje maken. Gaan we ook filmen? Ja. Gaan inderdaad. Kijken of we daar wat leuks mee kunnen doen. Ja. Moet het wel snel zijn, want het is heel donker. Ja, precies. Maar goed, geeft niet. En voor de rest, Sofietje blijft gezellig eten. Lang geleden. Ja, gezellig. Inderdaad. Dus we gaan vanavond gezellig tv kijken, spelletjes spelen, kletsen. Precies. Ik denk dat je ons zo meteen weer in de auto ziet of onderweg ergens naar toe of zo. Tot zo! Tot zo! Hier nog eventjes alle spulletjes. En dan. Oh shit, die heb ik net weggelegd. Je hebt echt een groen thema, Manon. Ja, dat heb ik expres gedaan. Heb je dat expres gedaan? Ja. Dan vloekte mijn paars er zeker behoorlijk bij. Zoiets inderdaad. It's raining! Ja, het is er. De bosman die staat lekker in zijn t-shirt aan. Dikke sjaals! Ja, het is en gewoon niet echt lekker warm. Het is echt gewoon vies weer. Bam! Maar we gaan wel een boodschapje doen, want we willen lekker toetje vanavond. Ja, precies. Dus dat gaan we eventjes lekker halen. En ik heb nog echt weg naar een boodschappentas vol met flessen die ik even moet inleggen. Ja, wat jij er opeens vandaan, joh? Ja, dat zijn de flessen water die we gebruiken om Lucas' flesjes mee aan te maken. Want daar gebruik ik, flessen water voor. Je kan ook wel gewoon kraanwater gebruiken, hoor. Maar ik vind het fijner om gewoon een fles water daarvoor. Ja, ik zit zo te kijken naar mijn sjaal. Vorige keer zat ik op de fiets en ik had mijn sjaal had ik helemaal zo. Ja. En ik fietste langs een aantal jongens en die zeggen, hey, terrorist tegen me. Ik vond het echt ik vond het zo raar. Zou je? Ben je zelf? Ja, ik had mijn mond willen opentrekken, maar ik dacht, nee, ik hou mijn mond maar gewoon. Maar ik vond het zo raar. Ja, maar voor hetzelfde geld, als je, weet ik veel, zoiets terugzet, dan denken ze, kom, dan gaan we even ja, maar het waren echt van die rotjochies van 12 of 13, weet je wel. Oh, ja. Op fietsjes, stuur kijken, terrorist. Het was echt, wat is dit? Met elkaar heel wat zijn. Ja, maar en er was een meisje, bij, dus dat was vast even lekker imponeren, weet je wel. Ja, ja, en thuis spelen ze waarschijnlijk gewoon nog met de Lego. Ja, joh. Weet je, helemaal prima, maar weet je... Vermoeien met jezelf. Ja. Oh, mijn arm is moe. Ik heb te veel gesport. Ja, nou ja, dat is goed voor de armspieren. Ja. En tegen de kipfiletjes, hè? Het was op carnaval en ik had het jurkje aan. Ja. En met z'n drie hadden we het jurkje aan. En ik hou van Hollandse jurkjes. Maar we hadden blote mouwen. Blote armen. Je had blote mouwen. Ja, ik had natuurlijk gewoon blote armen. En we liepen die bus uit. Het was koud. En echt zo'n vrouw die komt naar me toe. En die zegt, jeetje meid, moet je geen vest aan doen. Maar goed, gelukkig heb je je kipfiletjes bij je.
En bedankt zei je. Ik dacht echt, nou dankjewel, heb ik zulke dikke armen dan? Nou, echt niet. Ik vond dat echt een kutopmerking. Die had ook een slokje te veel op. Ja, dat moet wel, dat moet wel. Maar dat was gewoon een volwassen vrouw die dat tegen me zei, gelukkig heb je een kipfiletje. Ja, dat dacht ik nou. Ja, ik had het bijna moeten doen, hè. Ik zeg, nee, ik heb een kippenpak niet aan. Zoiets had ik zeggen. Maar dat was echt zo belachelijk. Nou, echt. En sommige mensen die weten gewoon niet zo goed wat ze wanneer moeten zeggen. Nee, en wanneer het te ver is en wanneer niet. Ja. Ja, joh, en zo fijn al die mensen die richting aangeven. Ja, leuk, hè. Daar is het ook helemaal niet voor bedoeld. Nee, het is gewoon voor af en toe een leuk special effect. Ja, toch? Ja. Ja. Zo, boodschapjes zijn gedaan. Nu een lekker fruit. En voor het toetje. Oh, laat het weg. Die moet wel de vriezer in natuurlijk. Ga een lekker toetje maken. Zo, het spulletje is klaargelegd voor een lekker toetje. Nou, we zijn inmiddels weer thuis. We hebben verder niet gefilmd bij het boodschappen doen. Nee, want, daar druk en snel. Was ja, weer en zin. Daarom. Dus dat was gewoon niet handig. Maar nou ja, we zijn dus nu weer thuis zoals je kunt zien. We hebben boodschapjes uitgepakt. Ja. En we hebben inmiddels voor het toetje dat we gaan maken alles klaargezet op tafel. Het heet, volgens het kookboek heet het jaloezieën die we gaan maken. Oh, ik zeg gewoon jaloezieën. En nou, ik spreek op zijn Frans. Op zijn Frans. En dat is eigenlijk bladerdeeg en dan gevuld met een soort appeltaartachtig mengsel. Echt super lekker. Ja, heb je wel eens eerder gemaakt. Dat was heel lekker toen. En daar doen we lekker ijsje bij vanavond. Dus dat wordt helemaal lekker. We gaan nu het appelmengsel gaan we maken. En dan de eerste hand leggen aan het nagerecht. Dessert. Ja, en daarna het voorgerecht, hoofdgerecht beginnen. Precies. Lekker. Lekker. We zijn druk bezig met het avondeten. We hebben, even kijken hoor, gyros hebben we staan. En de pita broodjes zitten lekker in de oven, zijn warm aan het worden. We hebben salade gemaakt. Ja, een Griekse salade hebben we lekker gemaakt. En het toetje, dat is voor een gedeelte al af. Hier zo zie je het staan. Lekker appeltjes in de pastasuiker met boter. En dat gaat zo meteen lekker in bladerdeeg en dan wordt het overheerlijk. En we hebben zulk lekker ijs. Ja. Dus nou, je ziet hem zo meteen aan tafel als we alles. Oh, het beeld. Ja, dat is weer scherp. Je ziet ons zo aan tafel en dan zie je hoe het eruit ziet. Zo, lekker broodjes, salade, gyros, yum. Toetje is in de making. Ja, hij gaat lekker op de bakplaat. Ik vind het net een soort frikandelbroodje of zo. Oh ja. Let by the way niet op hoe ik eruit zie, want ik ben net helemaal ondergekotst. Hoort erbij. Dus ik moest even gauw wat anders aan. Maakt niet uit. Goed, toetjes in de making. Worden er waarschijnlijk weer te veel. Volgens mij komen we eruit op 4, als ik het goed heb berekend. Ja. Oh, maar dus we hebben toch 10 vellen. Nee, ik heb ze niet allemaal gedaan. Ik heb ze weer terug in de vriezer gedaan. Okay. Maar ik denk, dan hebben we nog eentje om morgen op te eten. Lekker, lekker. Ze kunnen de oven in. Ziet er lekker uit. Ze zien er nog een beetje plat. Nou ja, wat zullen we zeggen? Saai. Nog niet helemaal goed uit. Nee. Maar als ze zo meteen even een half uurtje uit de oven komen, jongens, dan... Oh, work dan, in progress. En dan moet je voor je zien dat er zo 2 bolletjes ijs met slagroom naast liggen. Kijk, zo, dit is er klaar. Nou, het wordt smullen. Mm-hmm. Ze zijn klaar. Ah, ze zijn goed gelukt. Ziet er gelukt. Goed uit. Ik ga ze eruit halen. Kijk. Lekker. Ziet dat er lekker uit? Of echt ziet dat wel. Er lekker uit? Oh. Hoe lekker ziet dit eruit? Echt veel te lekker. En ik zit nog steeds vol van het avondeten, maar dat geeft niks. Nee, het is dit wel is echt lekker. Vet ongezond, want het barst van de suiker. Voor 1 avondje mag dat. Ik ga morgen wel hardlopen, oké? Ja, als je dan ook even een rondje voor mij doet, dan. Oké, 2 rondjes. Ja, precies. Ik stond er. Kut, ik had hem niet gefilmd. Oké.
Oké, we hadden een heel leuk verhaal gedaan, maar ik was vergeten om op het filmknopje te drukken. Dus we gaan het nu nog een keer doen, maar ja, dan is beetje het natuurlijk nooit meer zo spontaan. Maar wie is de mol op de tv? Ja, en lekker toetje. Ja. Dus, en lekker kopje thee staat er klaar. Ja, en alles is lekker. Dus dan gaan we van smullen. En we gaan lekker kijken. En dan zo meteen gaan we jullie vertellen over wie is de mol. En dan nog even gauw het artikel van morgen inplannen. Ik heb het net gedaan. Oké. Ik ben echt helemaal zoelig van de tv. Ja, inderdaad. We zijn allebei een beetje... Dus ik ga naar huis rijden. Ja, en wie is de mol? Ja. Takenmaster uit. Hij is eruit. Maar het was wel verwacht aan. Ja, een soort van. Maar ik ben toch wel benieuwd wie de mol is. Want ik heb echt nu weet ik het niet meer. Nee, ik weet het niet meer. Maar goed, we zullen het zien. Volgende week, inderdaad. We gaan bij deze ook gelijk de vlog afsluiten. Ja. We hopen uiteraard dat jullie dit ook een leuke video vonden. En het leuk vonden om een dagje met ons mee te lopen eigenlijk. Wij vonden het in ieder geval leuk om te doen. Ja, inderdaad. Dan doe je duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En doeg!